daar leer je mee leven. Ik vind het veel belangrijker dat mijn psyche weer zo stabiel is, dat ik weer kan genieten van het leven. Mijn naam is Ilse Scholte in het Hof. Ik ben 50 jaar, ik woon in Rijssen. En in het dagelijks leven ben ik afgekeurd, helaas. Niet alleen door de schildklieraandoening, maar ook door slijtage van mijn rug, carpaal tunnelsyndroom en de psychische klachten allemaal tezamen. En ook de oogproblemen gaven het beeld dat ik met het ene wel kon werken en met het andere niet, zeg maar. Dus toen ben ik volledig afgekeurd. Ik doe vrijwilligerswerk voor de Schildkliervereniging Nederland als telefonisch contactpersoon. En ik werk als vrijwilligster voor taalmaatjes sinds kort met vluchtelingen, dus dat is heel leuk. In 1999 begonnen voor mij de eerste klachten te ontstaan. Ik werkte toen nog volledig en ik kreeg klachten van vermoeidheid. Echt extreme vermoeidheid, anders dan dat je gewoon een beetje moe bent na een dag hard werken. Ik kreeg heel veel ontstekingen op mijn huid. Echt heftig. Ik sliep slecht niet meer. Heel slecht of helemaal niet. Terwijl er niet wat was te piekeren, zeg maar. Mm-hmm. Niet echt dat je zorg had dat je de arm wakker lag. Gewoon, je lag wakker. Hongergevoel s'nachts. En kort lontje. En huilerig. En dat soort dingen. En ik ben een keer bij mijn baas op het kantoor geroepen. En want ik was toen telefoniste, ik werkte met klanten. En hadden klanten geklaagd dat ik zo kort af was. Nou, dan kom je thuis en denk je, wat is er met me aan de hand? Ik ben zo anders dan anders. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En ik had het geluk dat mijn huisarts mij gelijk bloed liet prikken. En mijn verhaal dus serieus nam. En hij belde een aantal dagen later dat ik moest komen. En toen ging ik naar de huisarts. En die zei, je hebt een te snelle schildklierwerking. Ik dacht, wat is dat? Ik weet niet eens waar die zit, geloof ik. En ik moest naar de internist in het ziekenhuis. Nou, ook nog nooit van gehoord. Dus heb je al van allerlei vragen. Maar oké, ik ging naar de internist in het ziekenhuis een paar weken later. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam. En dat die internist zei, steek je armen eens uit. Dus ik deed mijn arm zo en dan moest je je vingers zo spreiden, papiertje erop. En dan ging dat zo. En dat was tremor van de handen. En dat was een van de kenmerken van de ziekte van Graves. En er was al bloed geprikt, dus hij zei toen, je hebt de ziekte van Graves. En de behandeling bestaat uit een radioactieve jodiumbehandeling. En dan denk je, oké, wat is dit? Hij zegt, ga maar vast kijken in die kamer, want dat is een speciale kamer. Dan krijg je een tablet en dat is dan de behandeling. Dan gaat je schildklier langzamer werken. En dat was het eigenlijk de diagnose. En daar moest ik het op dat moment mee doen. Er werd mij ook geen andere behandeling voorgesteld, zoals wat je tegenwoordig hoort. En dus ik ben daar het ziekenhuis uitgelopen en die kamer was in de straat verderop in een ander ziekenhuis. En ik ben dan gaan kijken in mijn eentje en dan kom je thuis en je denkt, je bent echt helemaal van de kaart. Want je denkt, wat overkomt me toch allemaal, wat moet ik? Maar ja, dat ebt weg. Je gaat informatie zoeken op internet was er nog weinig, dacht ik toen. Maar in ieder geval naar de bibliotheek ben ik gegaan, dat weet ik nog. Een boekje gekocht, ziekte van Graves, of gekocht, geleend. En daar wat in opgezocht en mensen gebeld. En ik was eigenlijk wel gelijk een beetje van de kaart. Dat je denkt, ik weet niet wat het is, wat overkomt me. Ik ken niemand met die ziekte van Graves, dat is het ook. Hè? Het is zo onbekend dat je iets hebt waar je nog nooit van gehoord hebt. En ja, je voelt je al niet lekker door de aandoening. Toen ben ik denk ik na een maand al wel opgenomen op die afdeling dus, hè, met, voor de radioactief jodiumslok is dat. En dat was eigenlijk niet zo heel spannend, die kamer wel. Dan moest je door een deur met een logo van radioactief jodium op de deur en door een sluis en dan weer een deur en
Daar staat iemand met een koker. Dan haalt hij nog weer een koker uit. Dat is wel heel bijzonder. Gevaarlijk spul waarschijnlijk. Maar ja, je denkt, het moet, dus het zal wel goed zijn. En dan neem je die... tablet was er toen nog. Nam je een tablet in, die slik je in. En die mevrouw gaat weg. De deur op dicht en daar zit je dan gewoon voor een dag. En ja, dat ging eigenlijk best prima. Totdat ik geen eten meer kreeg. Maar ze waren me vergeten dat er iemand zat. Dus dat vond ik op zich wel grappig. Maar daarna ga je, na een dag komt er iemand en die meet jou met een stralingsmeter zo op je hals. Hoeveel straling je hebt, ja, het is wel heel bijzonder hoor, vond ik. Maar ja, je ondergaat het ook maar, want ja, je weet niet wat het is. En het is voor je eigen bestwil, voor je gezondheid. Dus je doet wat de artsen je zeggen eigenlijk. En dan ga je naar huis. Je moet een week thuis blijven. Want anders kan je nog andere, geloof ik, besmetten is het niet. Maar die straling geef je nog een beetje af, dacht ik. Kleine kinderen sowieso, we mogen niet in die buurt komen. Nou ja, dat is geen punt. Dus ik bleef een week thuis van werk. Of anderhalf. En dan ga je weer naar het werk. En je denkt, nou, dit is klaar. Dit hebben we gedaan en nu komt het goed. Maar zo ging het niet helemaal. Na een paar maanden was het, denk ik... Je moet sowieso steeds op controle komen, hè. Bloed laten prikken, dus ik denk dat het een maand of vijf later was dat ik weer bloed moest prikken. En dat die schildklier eigenlijk nog steeds sneller ging werken. Dat had ik al wel gemerkt. Want als ik de trap opliep, dan ben je buiten adem. Je hart zit helemaal in je keel, je hebt constant hartkloppingen. Dus ik kreeg een beta-blokker voor mijn hart, voor een torenhoge hartslag. En wat medicijnen om te remmen, denk ik nog, maar het is best lang geleden, dus dat weet ik niet precies. Nou, dan ga je de zomer door. Toen werd het najaar. Toen werd ik wat dikker. Bolle gezicht en kreeg spier- en gewrichtsklachten ook. En weer naar de arts, want dat moet je steeds. En toen bleek dat de schildklier te traag was geworden. U bent door de bodem gezakt, noemde die dat. Zodat die waarde echt... van die vrije T4 dan te laag was, TSH te hoog. En toen moest ik aan de Euthyrox, de levothyroxine, de behandeling voor een te trage schildklier. En ik zei nog dat ik ook gewrichts- en spierklachten had, maar dat kon daar niet van komen, zei die arts, want je moet niet alles op de schildklier geven. Dan denk je, oké, zal wel. Maar achteraf blijkt nu na al jaren verder dat er meer onderzoek is gedaan, dat het toch wel erbij hoort. Dus mijn gevoel toen was best goed. En die schildkliermedicatie, die Euthyrox, dat ging eigenlijk best goed. Ik heb je bouwt het langzaam op naar een bepaald niveau en dat ging eigenlijk vrij aardig. Ik heb heel lang op 137 microgram gezeten, echt jaren. En dat ging vrij goed. Wij hadden in die tijd een ander huis gekocht. Een appartement wat helemaal opnieuw opgebouwd moest worden. En dat leek ons een leuke nieuwe uitdaging. Want ik was ziek. Wij dachten, ik had ook een leeftijd en Guus ook. Dat we dachten, we krijgen geen kinderen. En we gaan naar een appartement en dan gaan we helemaal naar onze eigen mensen maken. Die was helemaal leeg van binnen. Dus die konden we helemaal opnieuw opbouwen. En daar was ik natuurlijk vreselijk druk mee met toch ook helpen opruimen, koffie brengen en dat soort dingen. Dus ik merkte al wel dat ik het eigenlijk niet vol kon houden soms. Dat je echt na je werk thuis was en dacht, dit is niet goed. Echt zo'n raar gevoel van binnen, echt een beetje uitputting, zeg maar. Warm me ook al. Maar... niet zozeer dat ik niet meer kon werken en ging gewoon ook door eigenlijk. Totdat we gingen verhuizen. In juli was dat. En
op de dag van verhuizen ging prima, maar de mensen waren weg en ik ging even liggen, want ik was hartstikke moe en ik kreeg mijn eerste paniekaanval. Hyperventileren, complete angst. Ik zakte in het toilet op de grond en hyperventileren was mijn eerste keer, dus je weet totaal niet wat je overkomt. Maar je lippen gaan tintelen, je armen tintelen en je benen. En je hebt geen adem. Hartkloppingen. Heel naar. Dus toen zijn we naar de huisarts geweest, die zei ook een angstaanval. En daarna is dat steeds vaker eigenlijk voorgekomen. Dus het leek net of ik mijn grenzen over was gegaan van mijn lijf, zeg maar. En toen kreeg ik een maand later, denk ik, oogverschijnselen. Dat in het hoekje van het oog, dat was helemaal een vel geworden. Dat leek net of dat zo over het oog schoof. Het was helemaal rood ook, dus je denkt eerst, oogontsteking. Ik had nog nooit van de oogziekte van Graves gehoord, daar had nog nooit iemand mij op gewezen. Dus toen salvie gekregen voor de ogen, maar dat hielp natuurlijk niet. En toen kwam ik weer bij dokter Gerring in Deventer ziekenhuis, mijn internist destijds. En die zei, je hebt de oogziekte van Graves. Ik heb wat dat betreft geluk gehad met artsen die mij altijd gelijk wisten wat ze moesten doen. En dokter Gerring heeft geloof ik een proefschrift geschreven over de ziekte van Graves. Dus dan ben je op het goede adres. En die stuurde mij gelijk door naar dokter Kalman in het UMC in Utrecht. Dus ja, dan heb je wel een beetje geluk wat dat betreft. Dat je op de goede plek terechtkomt. Maar goed, daar kun je niet gelijk terecht. En ik wist niet dat die ogen, die begonnen steeds meer uit te puilen ook, hè? Dus je ziet er echt compleet anders uit. Ik schrok zo vreselijk van mezelf elke keer. Overal zijn spiegels, hè? In winkels, in de autoruit, in etalages. Overal zie je jezelf en mensen keken mij naar. Kinderen zeiden tegen in de rij van tegen hun moeder, mama, wat kijkt die mevrouw gek? Net zodat ik het hoorde. En dan ga je naar huis en dan heb je weer een paniekaanval. En je denkt, oh, moet ik zo mijn hele leven door? Is niet te doen. En als je nou weet dat het weer goed kan komen, als ik toen wist dat ik geopereerd kon worden, dan weet ik niet of die psychische klachten wel zo erg waren geweest. Het waren er denk ik ook wel geweest en ook door de ziekte. Dat was er natuurlijk ook, maar het was allemaal en. Ik werd doorgestuurd naar het UMC in Utrecht voor mijn oogziekte. Maar dat ging nog maanden overheen voordat ik daar aan de beurt was. En in tussentijd wist ik dus niet of het ooit beter kon worden, of wat eraan gedaan kon worden. Ik kende niemand die deze oogziekte had. Dus in al die tijd zie je er steeds verschrikkelijk uit en voel je je verschrikkelijk nog door alles. En door de psychische klachten vooral ook. Dus ik had continu paniekaanvallen. De angstaanvallen werden eigenlijk steeds erger en erger. En dat appartement was mooi klaar en er zat een dakterras en die deur kon op slot. En daar sloot ik me eigenlijk op. Ja, eigenlijk wel. Want als je naar buiten ging of je kreeg rare blikken, ja, en misschien de een gaat er makkelijker mee om dan de ander, maar ik vond, ja, ik kon dat niet zo goed. En ik werkte dus al lang niet meer in tussentijd. En ook van je werk krijg je dan, hè, dat ze bellen. Wanneer denk je? Er is veel onbegrip over deze ziekte van Graves en de oogziekte ook. Mensen zien dan wel aan je dat je er anders uitziet, maar ze durven het ook bijna niet te benoemen. Dus ze zeggen het steeds tegen je, als jij het zo erg vindt. Het valt wel mee. Dat vond ik nog erger volgens mij, want dan dacht ik van, neem je nou een maling? Guus die heeft het zwaar met me gehad al die tijd. En, maar die zei wel van, ja, je ziet er anders uit. En dat is niet mooi, maar ik ga er echt niet bij weg. Maar die nam me serieus. Kijk, en dat is wel fijn dat je gewoon serieus genomen wordt. Dat er herkenning is voor je probleem. Ik slikte op dat moment steeds meer angstmedicatie. Ik sliep niet meer. En Guus had ander werk gekregen in januari 2001, weet ik nog. En in die week kon ik niet alleen blijven in huis, zo erg was het. Dus ik moest, hij kon niet thuis blijven, hij had net ander werk. Dus
Ik ben toen naar mijn ouders gegaan en heb daar de hele week apathisch op de bank gelegen, naar het plafond staren. Ik kon echt bijna niks meer. Alleen maar angstdempers. Als die een beetje uitgewerkt waren, dan trilde alles. Zo verschrikkelijk angstig. Dat was gewoon niet meer te doen. Dus ik ging weer naar de huisarts, mijn pa weer mee met de auto. En die zei op een gegeven moment, dit kan zo niet langer. Dus toen moesten we naar de crisisdienst van de GGZ. En daar kwam ik toen terecht en die stelde een opname voor op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. En toen dacht ik ook nog van, nou, nu komt het wel goed, want dan zit er in ieder geval iets in dat je geholpen wordt. Het enige wat ik wou was geholpen worden. Maakt me niet uit hoe. Ik heb volgens mij aan alle... Sommige mensen zeggen, oh, het is zo moeilijk om hulp te zoeken. Nou, dat vond ik echt totaal niet. Ik heb bij alle mensen volgens mij hulp gehaald. En als je echt denkt van, nou, dit is geen leven meer, zo. Zo hoeft het niet. Ja, dan word je opgenomen. En zo was het in die tijd wel. Zo kon ik echt niet verder. Een hele moeilijke tijd. Maar bij die opname kwam ik er wel achter van, ja, dit gaat in een week gaat ook niet helpen. Die mensen die ik wou praten en ik denk, nou, maar die observeren je en die kijken. En ja, na 2 weken dacht ik, maar ik moet hier ook weg. Ik ga weer naar huis. En na die 2 weken had ik toevallig een afspraak in Utrecht bij de oogarts. En mijn vader en moeder mee met de auto, die reden overal met mij heen. En toen zag ik dus op die afdeling andere mensen ook met de oogziekte van Graves. Beetje herkenning, dat je denkt, ik vond het wel schrikken, maar ook herkenning. En ik kwam bij de dokter binnen en dan worden er behandelmogelijkheden voorgesteld. Want dit was wel waarschijnlijk erg genoeg om te opereren. Ik dacht, doe maar. Liever vandaag dan morgen, maar dat is nog wel een... gaat een heel traject aan vooraf. Je schildklier moet stabiel zijn eerst. En je moet natuurlijk door een scan. En om te kijken hoe de ogen in de kassen staan. En er moet bloed geprikt worden. Er gaat gewoon heel lang overheen. En ik was eigenlijk ook nog lang niet aan de beurt voor die grote oogkasoperatie. Dat was toen nog een hele grote operatie. Echt van oor tot oor open. En nou ja, ik was nog niet aan de beurt voor de grote coronale decompressie van de oogkassen. Want daar is een wachtlijst voor natuurlijk. Maar ik was er zo ernstig aan toe, psychisch. En mijn dokter vond dat blijkbaar ook. Die heeft contact gezocht met mijn psychiater destijds. En zo fijn. Want zij zegt ik denk dat ik haar eerder moet opereren en dat het daarna, zal de psychische klachten niet in één keer over zijn, maar ik denk echt dat het een hele verbetering zal zijn. En die hebben met elkaar gesproken en ik heb voorrang op de wachtlijst gekregen. En ik weet de datum nog zelfs dat ik geopereerd ben. 17 september 2002. En het was een hele grote operatie, maar ik was helemaal niet bang. Tenminste niet zo erg dat je, nee. Ik moest 's avonds van tevoren komen en de volgende dag word je geopereerd en je wordt wakker. Nou, toen had ik wel even spijt. Want je bent zo ziek. Ik heb de hele dag volgens mij bloed overgegeven. Je verliest behoorlijk wat bloed. En de dokter zei ook na die tijd dat ik een enorm gestrest lichaam had. Dus ik vind het wonderlijk hoe ze dat kunnen zien aan een oogoperatie, maar blijkbaar door je bloeddruk en door je bloedverlies. Ik had veel bloed verloren. Dus ik had ook nog niet eens in de spiegel gekeken hoe ik eruit zag. Na een paar dagen zag ik dat, ja, en dan ben je blij. Ben je echt blij. Want je ziet er weer een klein beetje normaal uit. Ondanks dat er nog een lap, een verbandje op zat en weet ik veel wat. Maar ja. Je durft weer gewoon iemand onder ogen te komen en daar gaat het om. Je hoeft er echt niet weer tiptop uit te zien, maar wel gewoon weer normaal.
Toen ging het psychisch ook langzaam beter. Natuurlijk was dat inderdaad niet in één keer over, want het had te lang geduurd, denk ik. En ja, plus dat ik in mijn leven meerdere dingen heb meegemaakt met ziektes. Dus ik denk dat alles in één keer een plekje moest krijgen. Dus na die tijd heb ik nog psychiatrische hulp thuis gehad. Die brengen weer structuur in je dag. Komen dan 2 keer in de week, dacht ik. En ik ben naar groepstherapie geweest en alleen gesprekken met een psycholoog en echt aan mezelf gewerkt. Dat is ook behoorlijk werken. En toen heb ik nog daarna een aantal ooglidcorrecties gehad, want ze stonden nog wijd open. En dat heeft ze nog naar beneden laten zakken. Ja, en toen ging het langzaam beter. En daar ben ik tot op de dag van vandaag nog heel blij mee dat het goed is gekomen. En ja, de psyche is altijd wel een klein beetje een ding nog gebleven. Dat ik een klein beetje soms wat een tablet neem of wat. Maar het is aanvaardbaar, zeg maar. Ik werk nog niet. Dat komt ook omdat die psyche, ik kan nog wel weinig druk aan, zeg maar, in mijn hoofd. En ik heb artrose, slijtage in de rug en verschillende dingen. Dus wat je met één wel kan werken, kan je met ander niet. Dus ik ben afgekeurd. Maar daarom doe ik nu vrijwilligerswerk. En ja, ik heb in de tussentijd dus na de operatie gelukkig ook nog 2 gezonde kinderen gekregen. Nou, dat had ik nooit gedacht dat dat nog ging lukken. Tijdens de zwangerschappen heb ik wel weer last gehad van de psyche. Dat hormonale, dat blijft een ding. Ik moest in de zwangerschap de antidepressiva afbouwen. Dus ja, dat ging niet samen met zwangerschaphormonen in ieder geval. Gelukkig na 3 maanden. Dus dan is het kindje aangelegd, hè, in de zwangerschap. Dus dan kan je weer wat medicatie gebruiken. Ja, dat ging wel bij de eerste vooral helemaal mis. Dat ik soms dus in de zwangerschap naar de crisisdienst moest, bij de huisarts, noodhulp. En dat die dus ook niet weten wat je daarmee moet. Dat ik dus een medicijn kreeg, wat ik dus eigenlijk helemaal niet had mogen hebben tijdens zwangerschap. Wat je later hoort. Maar ja, op dat moment was je zo in paniek dat jij alles ging slikken. Het is jammer dat daar weinig over bekend is, zeg maar. Ik ben door de ziekte van Graves, door alle behandelingen, goed doorgekomen, vind ik zelf. Ik ben weer mezelf. Een vriendin noemde het, ik zie de oude Ilse weer terug. Ja, en dat is fijn. Je kan weer grapjes maken, je kan weer lol hebben. Je kan weer genieten van alles. En dat is het belangrijkste. Kijk, ik heb artrose in de rug als je, en in vingers en pijn. Dat is iets van, dat vind ik veel makkelijker om mee om te gaan als die psychische klachten. Nu die onder controle zijn, ja, is mijn leven weer zoveel fijner geworden en gelukkiger. Dus ik ben door alle behandelingen met de ziekte van Graves, heb ik een moeilijke tijd gehad, heeft lang geduurd, maar ik ben wel blij waar ik nu sta. En ja, nog 2 gezonde kinderen gekregen. En ja, je kan niet meer alles als wat ik voor de ziekte van Graves kon, maar of dat alleen daarmee te maken heeft, dat weet je eigenlijk ook niet. Zeker, er is meer vermoeidheid als anders. Ik ben eerder moe als iemand anders van mijn leeftijd, vind ik. Ik ben ja, echt dan uitgeteld moe, zeg maar. Dat je echt denkt van, nou, dit is mijn grens. En die grenzen, die moet je, dat moet je leren. Dus, maar dat is iets, dat kan. En je kan dus weer gelukkig worden na alle behandelingen en wat je meemaakt. En dat is fijn. En dat wil ik ook graag meegeven aan patiënten die nu net beginnen, zeg maar, aan het traject van Graves. Of van, nou hou vol, kom goed. Je kan je echt weer gelukkig voelen, want dat zijn heel veel mensen op dat moment kwijt. Dat je je niet hum voelt in je lijf. Dat het, ja, dat sombere, dat verdwijnt echt. Als je goed in bent gesteld, met medicatie en je hebt de behandelingen allemaal ondergaan, dan kan je weer gelukkig worden.
En dan voel je je weer fijn. Ook al zijn er wat restklachten, maar ja, dat vind ik niet zo erg eigenlijk. Daar leer je mee leven. Ik vind het veel belangrijker dat mijn psyche weer zo stabiel is, dat ik weer kan genieten van het leven. De tip die ik mensen zou willen meegeven is, als je de diagnose ziekte van Graves of Hashimoto hebt gekregen, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk informatie hebt over je aandoening, over de behandelmogelijkheden. En, want alleen als je de goede kennis hebt, dan kun je een juiste keuze maken over het traject wat je te wachten staat.